De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Raasdorp 13 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. Hoe daar is de linker? Nee, hè, het is weer zo ver. Ik sta weer vast. Per jaar staan we met z'n allen zo'n 15 miljoen minuten in de file en we blijven het maar proberen. Tijdens een gemiddelde ochtendspits staat er zo'n 160 kilometer. En het eerste wat je wilt weten is natuurlijk, sta ik erin. Hoe weten ze nou waar welke file staat en hoe lang die is? Nederland heeft 3250 kilometer rijksweg van de A1 tot de A200. Dit hele wegennet wordt in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat. En om dat goed te kunnen doen is Nederland ingedeeld in 5 regio's. En wij zijn op dit moment hier, in de regio Midden-Nederland. Zo ziet een regionale centrale eruit. Het is een knooppunt waar allerlei informatie over het wegennet samenkomt. De belangrijkste taak van de centrale is om het verkeer zo veilig en zo vloeiend mogelijk over de weg te loodsen. Het is nu vrij rustig, want spitsuur is net voorbij. Maar tijdens de spits hebben ze het hier ontzettend druk. Een belangrijke informatiebron voor de centrale is het cameranetwerk. Op punten waar vaak en snel files ontstaan, de beroemde knelpunten, zijn camera's opgehangen. En die camera's kunnen heen en weer bewegen en inzoomen en ook weer uitzoomen. Zodat het verkeersbeeld heel goed in de gaten gehouden kan worden en er dus ook ingegrepen kan worden als er iets gebeurt. Stel dat hier bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt, dan kunnen er bijvoorbeeld rijbanen worden afgesloten. Of stel dat het ineens heel druk is op de weg, dan wordt er een spitsstrook vrijgegeven zodat het verkeer daar kan rijden. Maar die camera's, die zijn niet de enige informatiebron. Bijna de helft van alle rijkswegen hebben detectielussen en die zitten onder het asfalt. Wat doet zo'n detectielus? Die meet precies hoeveel auto's met welke snelheid passeren. Onder bijna elke snelweg in de Randstad zitten die lussen. En dan niet eentje, maar om die 300, 400, soms om de 500 meter. Dat zijn een heleboel lussen om iedere minuut van de dag de doorstroming van het verkeer te meten. Het mooie is dat je met die lussen heel goed files kunt detecteren. Nou, dit is een kaart van het wegennet van Midden-Nederland. En al die gedeeltes die oranje zijn gekleurd, dat zijn files. Nou, hier in het hoekje, dit hele gedeelte is oranje, dat klopt ook. Dat is dat weggedeelte, is een kamer opgericht. Uiteindelijk komt alle informatie uit alle regio's in Nederland samen in het Verkeerscentrum Nederland. Dat is ook hier in Utrecht. Nou, om even op die filemeldingen terug te komen. Vanuit deze plek wordt alle verkeersinformatie de wereld ingestuurd. Naar internet, naar de ANWB, naar teletext. Nou, en die redacteuren daar maken daar dan weer hun eigen filemelding mee. En die hoor je dus ook op de radio. Een vrachtauto op de A15 van Ridderkerk naar Gorinchem.